Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over hel na het oordeel, naar aanleiding van Zefanja 3, vers 9 tot en met 20. Ik wil dat gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Zefanja 3, vers 9 tot en met 20. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Van over de rivieren van Kush zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk, overal door mij verspreid, mijn offer brengen. Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden waarmee u tegen mij in opstand kwam, want dan zal ik hen uit uw midden wegdoen, die uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van mijn heilige berg, maar ik zal in uw midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. Zij zullen op de naam van de Heere vertrouwen. Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht doen en geen leugen spreken, en hun mond zal niet gevonden worden. Een tong die bedriegt, ja, zij zullen weiden en neerliggen en niemand zal hun schrik aanjagen. Zing vrolijk, dochter van Sion, juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie bang gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hem maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. In die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere. Tot zover de schriftlezing. Zefanja is een van de profeten die profeteerden kort voor de Babylonische ballingschap. Zijn boodschap is niet mals. Het volk is te ver gegaan en nu kan het oordeel van de Heere niet meer uitblijven. Zo lezen we in de versen voorafgaand aan het gedeelte van vandaag. Een eeuw eerder was het 10-stammenrijk al weggevoerd om nooit meer terug te komen. Daar had de ene na de andere koning het volk meegesleurd in de goddeloosheid. Alleen Juda, het 2-stammenrijk, was nog overgebleven. En ook met hen ging het de verkeerde kant op. De profetie is geen oproep tot bekering met een waarschuwing van wat er gaat gebeuren als het volk zich niet bekeert, maar een aankondiging van de straf die er echt zal gaan komen. Ten tijde van de profetie was Josia koning. Van hem lezen we dat hij een goede koning was die de Heere diende, maar hij was wel de laatste. Na hem volgen alleen nog goddeloze koningen. Nog 4 om precies te zijn. Zo kunnen we lezen in 2 Koningen 23 en 24. En toen was de maat vol. Toen kwam Nebukadnezar, die verwoestte Jeruzalem en voerde het volk weg. Het volk had door de eeuwen heen genoeg gezien van Gods macht en van zijn toorn. Ze wisten dat de Heere rechtvaardig is en dat het niet ongestraft kan blijven als een volk hem de rug toekeert. Keer op keer
hadden ze ook zelf de straf ervaren als het volk weer eens in afgodendienst vervallen was. Dan werd het volk weer een tijdje overgeleverd aan de vijand, waarna ze zich bekeerden en de Heere de vijand weer bij hen vandaan haalde. Keer op keer bleken de lessen niet lang te blijven hangen en herhaalde de geschiedenis zich weer. Maar Zefanja eindigt niet met deze ernstige boodschap. Na de aankondiging van het oordeel volgt er een boodschap van hoop. Het volk van God wordt niet weggevoerd om het te vernietigen, maar om het terug te brengen bij de Heere. En dat zal ook gebeuren. Het volk zal de Heere weer gaan dienen, op alle plekken waar ze zijn terechtgekomen. Bij de ballingschap werd niet een volk in zijn geheel naar een andere plek gebracht, maar het werd overal in kleine groepjes verspreid. Het Babylonische Rijk was best wel een groot gebied dat zich uitstrekte van de Middellandse Zee tot aan de Perzische Golf. Het was onmogelijk om als volk onderling contact te blijven houden. Een volk dat op deze manier uit elkaar gehaald en verspreid werd, vormde voor de machthebber geen bedreiging meer en zou zich vanzelf wel gaan vermengen met de andere bewoners van al de gebieden waar ze heen waren gebracht, waarna er niets van zo'n volk meer zou overblijven. Maar zo liep het niet af met Gods volk. Zefanja voorzegt dat er een moment zal komen dat de mensen de Heere weer zullen gaan dienen, van overal waar ze verspreid zijn. Een deel zal zo'n 1500 kilometer van Israël al vandaan zijn geraakt, zeker wel een paar maanden lopen. Maar om de Heere te dienen, maakt het niet uit waar je bent. Hij is altijd nabij, waar je ook heen gaat. En hij liet niet gebeuren dat zijn volk zou verdwijnen, dat het zou opgaan in alle volken waar ze in groepjes tussen terecht waren gekomen. De Heere hield zijn volk vast. Het volk zoals dat zal terugkeren uit de ballingschap zal heel anders zijn dan het losgeslagen goddeloze volk zoals dat werd afgevoerd. Toen de ballingschap begon, was het een hoogmoedig volk dat zich niets aantrok van God en zijn geboden. Een volk dat dacht dat het God niet nodig had. Een volk waar niets mee te beginnen viel. Maar het volk zoals dat zal terugkeren, zal arm en nederig zijn. Het zal afhankelijk zijn en dat is in hun voordeel. Ze zullen op de Heere vertrouwen in plaats van op zichzelf. Ze zullen geen onrecht doen. Zo zal de Heere zijn volk helen. De ballingschap is niet in de eerste plaats bedoeld als straf, maar in de eerste plaats om het volk weer terug te brengen bij de Heere. En de ballingschap zal geen pretje zijn geweest. De gehele samenleving werd uit elkaar gescheurd. Een deel van de mensen om je heen zou je nooit meer zien en je kon vast geen voorkeuren opgeven voor met wie je mee wilde gaan. Probeer je eens voor te stellen dat je op een dag uit je huis wordt gehaald en dan samen met alle anderen uit het land in willekeurige kleine groepjes wordt afgevoerd naar een verre plek waar je geen internet hebt. Maar je beste vrienden zitten niet bij jou in het groepje en je ouders ook niet. Zij worden naar andere plekken gebracht, maar je weet niet waar. En ook zij hebben geen manieren om te communiceren. Dat was ongeveer de situatie die het volk te wachten stond. Het werd totaal versplinterd en overal in kleine groepjes heen gebracht. Dit was een situatie die ze zelf niet op konden lossen. Er was geen manier om contact te houden met de rest van het volk en om samen een plan te maken om weer terug te keren naar het beloofde land. En al zouden ze die plannen wel kunnen maken, ze zouden ze niet uit kunnen voeren. Dat zou keihard worden afgestraft door Nebukadnezar of een van zijn opvolgers.
Maar als ze zouden terugkeren naar de Heere, dan zal Hij ervoor zorgen dat ze terug kunnen keren naar hun land. Dat zou een opvallende gebeurtenis zijn, want normaal gesproken hoorde je nooit meer iets van een volk dat werd weggevoerd. Maar de Heere zou zijn volk vasthouden en er zelf voor zorgen dat ze na een door hem bepaalde tijd zich weer tot hem zouden keren. En nu, meer dan 2500 jaar na de ballingschap, die een einde had moeten maken aan het bestaan van het volk van God, bestaat het nog steeds. Zo eindigt de ernstige profetie van Zefanja met een boodschap van hoop, zoals er bij de Heere altijd hoop is. Een situatie kan nog zo uitzichtloos lijken, voor de Heere is niets te wonderlijk. Met hem is er altijd uitkomst mogelijk. Dit is ook het begin en het einde van het evangelie. De indringende waarheid is dat wij door de zondeval de eeuwige straf in de hel hebben verdiend, een uitzichtloze situatie. Maar daar houdt het niet op. De boodschap van hoop heeft het laatste woord. Door het offer van Jezus Christus komt het weer goed voor iedereen die in hem gelooft. Het kan ook in het leven van christenen gebeuren dat ze steeds verder bij God vandaan raken en dat ze op den duur net zo leven als ongelovigen. Dan kan het gebeuren dat de Heere tegenspoed brengt in je leven. Niet zozeer om je te straffen voor het feit dat je bent afgedwaald, maar om je terug te halen naar hem toe. Ik ken meerdere mensen die in hun jonge jaren totaal losgeslagen waren en zonder God leefden, maar die op enig moment een ernstig ongeval kregen, waardoor ze werden stilgezet en die vervolgens dicht bij de Heere gingen leven. Het beste is het natuurlijk als je om te beginnen niet afdwaalt, als de Heere je niet hoeft terug te halen uit een losgeslagen leven. Maar als het dan toch gebeurt, als je erachter komt dat je bij hem vandaan bent geraakt, dan mag je altijd bij hem terugkomen. Wacht daar dan niet mee. Een leven met de Heere is het beste dat je kunt wensen. Een leven in nederigheid, waarin je het niet van jezelf verwacht, maar van hem alleen. Een leven waarin je niet zonder de Heere kunt en waarin dat ook niet hoeft. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.